Op zoek naar een leuk uitje. Zin in Zondag weet ze te vinden. Via Radio Gelderland luistert u naar Zin in Zondag. Met elke zondagmorgen van 7 tot 10 voor al veel muziek. U kunt een kaarsje voor iemand branden. We nemen u mee door onze Gelderse natuur. Elke zondagmorgen komt een zingever voorbij, een pastoor of een dominee. En tussen half tien en tien schuift altijd een gast aan met een uitgaanstip. En vanmorgen zijn dat maar liefst twee gasten. Vader en zoon Wim en Wilbert Magree. Goedemorgen. Goedemorgen. Beiden Magree dus, dat is al een overeenkomst. Welke overeenkomsten zijn er nog meer? Uh, we hebben dezelfde kleur haar. Ja, dat is een beetje, <laughs> beetje rood. Hè? Rossig. Een schoon aangezicht. Ja, nou dat, dat was één. Ja. Wat uh, nog meer? Nou, jij. Uh, Organisten beiden? Ja, ja, allebei in kerksvolgensmangers. Ja. Dus ja, meer s'avonds en door de week. Roude trouwdiensten. Ja. Wilbert, pianisten beiden? Ja, ja, ja allebei niet. wel. Ja. Ja. Hij is meer pianist. Ja, ja hij, hij speelt goed piano. Ik ja. minder. Uh, dirigent beiden? Ja, ook. We hebben ook een uh, gemeenschappelijk koor, het Grote Johannes Heerkoor. Uh -huh. Met 700 mensen uh -huh. door het hele land, acht verschillende locaties. Hij doet de meeste, ja. zes, ik doe de twee. Ja. Op verschillende locaties zijn er hè, een aantal koren en jullie komen één keer per jaar, twee keer per jaar, drie keer eh, We hebben drie, hoeveel concerten hebben we per jaar? Vier. Uh, drie, vier concerten per jaar. Ja. Met hoeveel zangers? Zanarissen? 700 totaal zijn het er dan. Dat is een koor hè? Ja. Ja, en jij zei het een beetje snel, Wim. Het groot Johannes de Heer koor. Ja. En het Johannes de Heer, dat is een, dus een bundel, een liederenbundel. Ja. Van, bundel. van lang geleden. 100 jaar geleden wel, ja. denk ik. Van de oude Johannes de Heer. Ja. Eh, bekende liederen, voor, voor, althans voor degene die ze kent. Heel veel mensen, ja. ja. <laughs> het is ontzettend uh, populair nog steeds. Ja. Mensen kennen het allemaal. Ja. Dat doen jullie en er komt een zomertour aan. Vijftien concerten in totaal, waarvan, als ik het goed geteld heb... vier in Gelderland. Daar vertellen we straks uh, meer over. Hoe was het vroeger bij jullie thuis, Wilbert? Klonk daar altijd muziek of hoe ging dat? Ja, ik was al klein af uh, aan. Zie ik al fototjes in de fotoboeken dat ik op schoot zat... bij hem achter het orgel. En uh, vroeger ging ik altijd mee naar uh, concerten waar hij was. Dan had ik een knuffelbeer op uh, op mijn schoot. Ah, ja. ja. En dan was ik heel stil, zeiden ze. Ja. Is dat zo, Wim? Ja, vol verbazing zat hij zich alles in zich op te nemen. Stiekem. Ja. Hij heeft gedacht, van, dat kan ik ook. Ja, en dat blijkt achteraf. Ja, hij is wel handig. Ja, het is wel, uh, ja, wel gelukt, denk ik. Ja. En, en Wim, was het altijd muziek thuis? Of is dat iets ja. in je beleving zo geweest? Dat ja, kan ook nee. In... Bij ons thuis werd altijd muziek gedraaid. Mijn moeder zat op een koor. en uh, Ze speelde zelf geen instrument, mijn ouders niet, maar... Dat was altijd wel uh, altijd muziek. Ja. Ja. En er werd gezongen ook, of niet? Of? Ja, er werd meegezongen in de ja. zachtjes. Beetje... Nee, op bij uh, ja met harmonium. Nee, waardig harmonium. Eet e zo. eethoos orgel. orgeltje. Ja, orgeltje. Ja, ja. Ja. Jij loopt inmiddels, Wim, al 40 jaar mee als organist. Je, je hebt misschien nou, zo ongeveer overal al wel gespeeld. Waar speel je het liefst? Dat is heel moeilijk. Ja, ja, je, hebt, je hebt gigantisch veel mooie orgels en kerken in Nederland. Hè? Hier Arnhem heb je ook een mooi orgel. In Eusebius. Ja. De in uh, Apeldoorn heb je morgen in de, de Lonaankerk. In, uh, in het hele land Amsterdam, oude kerk, nieuwe kerk, uh, noem maar op. Maar heb je een, voor, een voorkeur voor een, voor een orgel? Ja, Dan... ja, ik, ik heb altijd les gehad in kamp in de bovenkerk oh, ja. van Willem Henrik Zwart. En, uh, dat is een, een van mijn lievelingsorgels. Maar ik ben natuurlijk ook een beetje ja, bevoordeeld. Ik ja, heb mm. jarenlang les gehad daar. Waar ja. moet een goed orgel aan voldoen? Het moet mooi klinken, het moet, uh, het moet een gevoelige snaar raken mm -hmm. bij de mensen. Mm -hmm. En de, de, de klank moet gewoon goed zijn. Ja. En, de, en de akoestiek van de kerken is ook heel bepalend hè, hoe iets ja. klinkt. Ja. 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 Nou, er zijn er genoeg, hè? Kerken. Zat. En orgels. Ja. <laughs> ja. 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 En voldoende belangstelling ook nog steeds voor. Ja, toch, jawel, jawel, het, wordt, het wordt wel eens minder met uh, jongens, jongens die, of meiden, die orgelles nemen. Dus dat, dat wordt wel op de duur wel een beetje een probleem, denk ik, voor de, voor veel kerken nu al. Ja. Om soms elke, elke zondag een artist te krijgen. Ja. Menig zal denken, organist, dat dus uh, één klusje per week. Uh, maar jullie zijn fulltime met de muziek bezig, toch? Wilbert ook? Ja, klopt, ja. ja. Ik heb ja. door de week s'avonds altijd uh, de koorrepetities. Ja. En overdag veel rouw- en trouwdiensten. Ja. En dan meestal de concerten. Ja, Dus het is er niet zomaar een beetje bij doen, hè? Uh, organist zijn. Nee, eigenlijk niet. Nee. <laughs> jullie zijn bezig met vele projecten. Er komt een nieuw project aan, althans, dat is voor de tweede keer al eigenlijk. Een concours op 29 september. Wat gebeurt er dan, Wilbert? Ja, vorig jaar hebben we dat voor het eerst gedaan. Toen deden er... Uh, 30 deelnemers mee. En van allerlei uh, mensen mogen meedoen tot met uh, 35 jaar. En uh, amateur muziciën, die geen conservatorium hebben gehaald. En, uh, dat hebben uh, we vorig jaar voor het eerst gedaan. Het was best wel uh, ontspannen en gelukkige dag. Hè? Ja, en mensen vonden het heel leuk. Hmm. Ze namen allemaal uh, kennissen en familie mee. En het kerkje het uh, goed bezet. Ja, dat was heel leuk. Ja. Mensen kunnen zich nog opgeven? Of zitten jullie zit ja, vol? Ja, uh, kunnen nog een, een paar bij. Hè? Ja, tot 1 september. Oh, dat kan nog net. Ja. Dus jong en oud? Tot 35 jaar is het. 35 jaar, is jong hè? Ja, ja. Ja. <laughs> Over muziek gesproken, er is net een nieuwe cd van jullie uit, Prelude. Daar gaan we nu naar luisteren. Vanmorgen te gast in Zin in Zondag, muzici, vader en zoon, Wim en Wilbert Magree. Waar hebben we naar geluisterd, Wilbert, zojuist? Het uh, eerste nummer van onze nieuwe cd, dat is uh, Tambourin. En dat werd bespeeld door uh, mijn vader op het orgel, Wim Magree. en Ik speelde, speelde zelf op de vleugel. En jong uh, talent Erika Vogel op de dwarspluit. Ja, ze speelt nog meer zelfs hè, op het album Piccolo. Ook. Ja, klopt, dat was het ja. eerste nummer ook. Ja, ja, ja Piccolo. Ja. Er komt een zomertour aan. Uh, Door Nederland. Vijftien concerten, waarvan, nogmaals, als ik het goed heb hoor, vier in Gelderland. Gaan jullie zelf niet op vakantie, Wim? Nee, ik hou niet van vakantie. Oh. Mijn leven is echt goed op vakantie. Ik maak altijd muziek, dus ja. Nee, ja, je gaat, gaat echt niet op vakantie? Nee, nee echt niet. Ik, ik, ik hou er niet van. Ik wou thuis weer slapen en zo. Ja. Ik ben niet zo van het weggaan. Nee, je woont in Elburg. Elburg. Ja, dus dit, naast dat de kerk. Is, dit is vakantie. Ja. Ik heb vakantie altijd vakantie Wil ja. Wilbert jij dus ook niet op vakantie? Nee, echt niet. Dit is onze vakantie. Ja? <laughs> uh, wat staat er op het programma? Wat kunnen mensen verwachten tijdens die tour? Uh, we beginnen meestal een beetje met kerkelijke muziek, ge geestelijk zeg maar. Daarna schakelen we een beetje over naar licht klassiek, klassiek. En dan na de pauze meer uh, ja, uh, musical dingen, uh, dat soort uh, ja. Om, ja. ja, music was mijn first love bijvoorbeeld oh, ja. van John Miles, ja, ja. dat soort nummers. Uh, een, een, een breed een repertoire. Ja voor, ja, voor alles wat. Voor waarom, waarom daarvoor gekozen? ja, om iedereen een beetje naadzin te maken misschien wel. Ja. ook mensen die misschien normaal niet, niet in de kerk komen. Hm. Ja, dat ze een leuke, ja. leuke middagavond hebben. Ja, ja, daar gaat het om. In, in plaats van alleen maar zware muziek of zo. Ja, je moet het ook niet, nee, je moet het mensen moet het niet te zwaar maken. Nee. Je moet niet de hele, de hele avond biefstuk wel eten of zo. Nee, nee. Of nee. een toetje aan het eind en zo. Nee, juist. Ja. Uh, het is zomer, hè. Dus uh, de, uh, jullie hopen misschien wel ook, Wilbert, op toeristen? Ja, meestal wel, ja. Ja, komen als, die ook? Ja, als het niet uh, te mooi weer is, als het 30 graden wordt, dan blijven mensen een beetje op de camping. Uh, ja, hangen, hè? Dan gaan ja. ze natuurlijk barbecueën. Ja. Hoe hopen jullie die te bereiken, die toeristen? Via de VVV-krantjes? Ja. En via dit programma natuurlijk? En natuurlijk. <laughs> ja, natuurlijk. natuurlijk. Ja. Dit programma. Ja. En uh, ja, we maken heel veel reclame, toch? We doen het allemaal. Via kranten en via posters op uh, via Facebook, via alles. Ja, want dit is een tamelijk grote tournee, hè, met, met 15 concerten. Ja. Uh, is het ook uh, werken gewoon? Ja, we, we spelen natuurlijk wel 15 keer hetzelfde ja. programma. Het is op zich wel. Uh, ja, elke keer wel constateren weer. Je moet niet denken van het gaat vanzelf. Nee. Je moet ook wel weer een goed uh, kopje erbij hebben. Ja. En we gaan meestal op tijd weg met uh, Jan van Lo onze pianostemmer. De vleugel achter het busje ja. van Van Oostendorp uit Wezep. Ja, dat was we ook weer gezellig. Met z'n drietjes in een in zo'n busje en dan komen we ergens aan. En dan uh, s'avonds de boel weer opruimen en ja. dan een vleugeltje weer mee. In. Ja, Jan van Lo is wel een begrip hè, in ja, de muziekwereld. Ja, vind ik wel. In... Is een geweldige stemmer. Ja. 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 Jan Veen werkt ook met hemzelf ja, onder andere. Ja, ja, ja. ja. Uh, verder even in de toekomst kijkend, Wilbert. Uh, hebben jullie nog wensen of plannen voor de toekomst? Denk, denk eens heel ver vooruit of misschien wel heel groot. Of, of, of denk je niet zo? Ja, de kerst komt er natuurlijk alweer aan. Na de zomervakantie beginnen alle koor alweer met de kerst. En voor uh, 2019 zijn we alweer bezig met Johan Zeekoor. Weer plan, plannen. En uh, verder. Ja. ja, we denken nooit zo echt ver vooruit. Nee. nee. Ja, dat ja, dat is een beetje wat je op je pad komt. hè? Ja. En je, moet ook in, in, je moet ook een soort ingeving krijgen soms. Ja. Zo van. Uh, ja, maar, en wat we doen vinden we al leuk dus, ja. En, en jullie hebben werk genoeg. Ja, we mogen niet klagen. Nee. 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 We moeten vaak wat dingen afzeggen, dus ja, dat is een goed teken op zich. Ja. ja. Dank, vader en zoon. Wim en Wilbert Magree, hun zomerconcerten lopen van 20 juli tot en met 1 september, dus 20 juli tot en met 1 september, ook in Gelderland. Voor meer informatie, jullie hebben geen gezamenlijke site, hè? Nee, aparte. Ja, ja, ja. Mijn vader en zoon, toch apart. Ja. Hij is het huis uit. Ja. Is ja. het wimmagree.nl en anders wilbertmagree.nl. Dus wimmagree.nl of wilbertmagree.nl. Dank voor jullie komst en een uh, hopelijk toch ook een mooie, ontspannen zomer toegewenst. Dank je wel.